Welkom bij autobedrijf Martin de Lauw. In deze video nemen we je mee in hoe wij een APK-keuring doen voor jouw auto. Allereerst beginnen we met de remmen. Deze worden getest op de remmenbank. Hier zie je hoe dat in zijn werk gaat. We controleren of de auto nog voldoende milieubewust is. Bij auto's tot 2006 bekijken we met diesel de roetmeting en bij benzine de gasmeting. Bij auto's na 2006 gaat dit allemaal digitaal. Hierna checken we de verlichting. Denk aan koplampen, remlichten, achteruitrijlampen en alarmlichten. Belangrijke dingen in het interieur die we controleren zijn gordels, ruitenwissers en de kachel. Om de auto goed te keuren moet alles optimaal werken. Hierna wordt de auto via de brug omhoog gezet, zodat we de onderkant kunnen bekijken. Hier wordt gekeken naar de wielophanging, de remleidingen en nog veel meer. Tot slot worden de wielen nagelopen, de bandenspanning wordt gemeten en daarna is de APK-keuring gedaan. Als de auto door de keuring is gekomen, kan de auto worden opgehaald en jij kan met een gerust hart de weg op voor veel veilige kilometers.